Een bierkaartje dat langs twee kanten bedrukt is, kan wel eens voor wat onrust zorgen. Zelfs een reclamemaker in hart en nieren kan het moeilijk verdragen. Een bierviltje hoort immers achteraan blanco te zijn. En dat moet vooral de buitenlandse bierbrouwers wijsgemaakt worden. We zijn gewoon in België van op de rechterkant van een bierkaartje, van daar ons gedicht op te kunnen schrijven, een gedichtje op te schrijven, of een telefoonnummer van iemand op te schrijven, op de uitslag van de kaarten. En als je dan in het buitenland komt, in een café, dan heb je onmiddellijk de neiging van de bierkaarsen om te draaien, om er iets op te zetten. En dat gaat dan niet, want er staat dan weer terug reclame op. Zo. Dus ik heb dan, ik weet dat mijn blog in het buitenland gelezen wordt, ik heb die dan maar een oproep gedaan aan die buitenlandse brouwers, om dat niet meer te doen. De gemiddelde poëet of romanticus zal Guillaume dankbaar zijn. Maar het bierviltje is voor velen gewoon ook een handigheidje. Ja, soms zijn ze wel eens leuk en dan is het wel eens leuk om naar te kijken of als er iets grappigs op staat of zo. Maar als je er niet op kan schrijven is het toch ook wel eens ongemakkelijk. Dus het is wel makkelijk als een achterkant vrij is. Waarom juist een bierviltje? Wat maakt het zo gemakkelijk? Dubbel gebruik eigenlijk. Ik heb het altijd op zak. Dus ik gebruik het wanneer ik een pils op tafel zit om het eronder te leggen. En tegelijkertijd als ik het nodig heb om op te schrijven. Guillaume zelf schreef er naar eigen zeggen al duizenden vol en grote ideeën ontstonden allemaal op de achterzijde van een bierkaartje. Het is vooral het kleine formaat dat van het viltje een uitstekend notitieblaadje maakt. Ik schrijf alles op bierkaartjes van de achterkant. Maar dat is ook een heel goed formaat eigenlijk. Ik ben cartoonist van oorsprong en zo'n bierkaartje zo, dat is eigenlijk juist het formaat als je dan... Als je daar een tekening, een situatie op schetst en ze werkt op zo'n bierkaartje, je moet het daarop kunnen doen werken. Dan werkt het ook in het groot op een poster of op een advertentie of liedjes. Ik schrijf liedjes op de achterkant zo en dan moet ook zien dat het daarop past, want anders wordt het te lang en te onduidelijk. Hè. Of de buitenlandse bierbrouwers hier oren naar hebben, is nog maar de vraag.